Ik heb eigenlijk drie zinnetjes. Graag zien, graag leven, graag geven. Eigenlijk als je je leerlingen graag ziet, dan ga je zelf je helemaal geven aan je leerlingen. Je vertelt van alles en ik denk dat je daardoor ook wel veel kan terugkrijgen van de leerlingen. En als je dat doet, graag zien en graag geven, dan ga je ook graag leven. En dat lijkt mij een heel interessant motto. En misschien weet je, vanuit de inspectie hebben wij als godsdienstleerkracht een gsm-functie. Wel, ik maak er iets anders van. Ik gebruik ook een letterwoord, een gebedfunctie. Het heeft niet op het eerste gezicht iets te maken met bidden, maar de G kan staan voor ik wil getuige zijn van dat christendom. Ik doe dat op een eenvoudige manier. Ik ga niet afkomen bij mijn leerlingen met hoogdravende en moeilijke woorden. Nee, ik wil, en dan zit ik aan de B, begeestering brengen bij de leerlingen op een boeiende manier. Ik ben ook eerlijk en ik blijf enthousiast, want zo bereik je toch meer bij de leerlingen. En als laatste letter de D, ik wil vooral drager zijn van mensen. Er zijn voor mensen in alle periodes van hun leven, is het nu een moeilijke periode of een leuke periode, een blije periode. Mensen dragen, ik denk dat dat een hele mooie betekenis is van leraar zijn.